Welkom back everyone, welkom terug op het kanaal van UGxMysterious. En zoals jullie gezien hebben, episode 19. Ik speel nog niet lekker. En ik weet niet hoe het komt, maar we gaan het gewoon vandaag weer proberen. Road to Master, episode 20. En ik hoop dat ik dit keer wel een keer goed speel. Ik weet niet wat het is de laatste tijd. Op Road to Master speel ik echt slecht gewoon. Misschien komt het gewoon ook omdat ik eigenlijk gelijk speel. Dus zonder warm te worden, zonder dingen ga ik gelijk spelen. Kan het misschien aan liggen, dat weet ik niet. Maar ik snap het niks van, want bij die andere ben ik al, nou ja, op zich, daar speel ik en Arjen altijd, dus dan ben je maar met 2 man op zich. En daar speel ik gewoon, daar staan mijn master, rank 1 is Arjen volgens mij nou en ik ben 4 volgens mij, 4, 5. Ik heb al iets van meer dan 10.000 punten. En 100 overwinningen of zo, weet ik veel, zoiets, in die richting. Dus ja, ik word er een beetje gek van dat ik, misschien de klas is net anders, misschien net een sensitivity net anders, weet ik veel wat het is. Dat vreet me het wel aan misschien. En misschien heb ik iets uitgezet, aangezet, wie weet het allemaal. Ik weet het allemaal niet. We gaan gewoon proberen om nou wel een keer te winnen. Want dat is denk ik, ja, ik weet niet hoe lang geleden dat al is. Dat weet ik eigenlijk ook niet. En ik dacht, we doen Road to Master. En meestal win ik er wel veel. En zeker ook in die lage divisies won ik er veel. Maar op een of andere manier lukt het me nou ineens niet. Gewoon heel mijn dingen is weg. Heel mijn vizier, shit, gebeuren. Maar nou, ja, dat geeft niet. Kan een keer gebeuren natuurlijk, een weekje, weet je wel, dat je er helemaal niet in zit. Ik hoop gewoon straks bij Cod Ghost weer mijn absolute vorm weer terug te hebben. Maar dat is gewoon, ja, weer meer gamen, want ik game gewoon weinig de laatste tijd, dus dat scheelt. Het is search, dus ik pas op met wat ik doe. Nou, ik zag ze al bij de ring staan. Oh, hij heeft al 2 kills. Hij staat erop. Nou, eentje staat erop en eentje stijgt Landry. Dus die komt waarschijnlijk daar direct. Oh, die teammate heeft hem ook nog gewoon, hè. Heeft hij nou 3? Nee. Nou, hij zit ergens achter op onze span, volgens mij. Of niet meer. Of niet meer. Nice. Soundhole glitcherachtige. Ik hoorde hem ineens lopen. En ineens kreeg ik de visie. De visie om te draaien. Hallo. Ja, dus we gaan, nou, misschien kan Search wel een keer iets breken. Om weer lekker te gaan. Maar ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon, ja, volgens mij is er alles goed, zoals ik zo snel zie. Maar het zal wel. Het zal waarschijnlijk meer in mijn hoofd zitten dat ik verlies dan dat het in mijn dingen zit. Of dat ik slecht speel bedoel ik. Wacht, dat doen we even niet. Oh, er staat er wel een, wauw. Teammaat gaat naar voren. Zo, die hebben. Maar er staat er ook daar nog ergens een achter. En die hebben ook. En eentje is al geliefd, dus waarschijnlijk moet het. Gaan we gewoon even proberen zo snel mogelijk een overwinning in te slepen, uit te slepen, uit te halen, in te doen. Alles, jongen. Ja, ik dacht misschien in het midden, maar... Als hij die kant gewoon blijft dekken... Vind ik alles best, dan kijk ik hier gewoon. Oh, nice kill, hoppatee. Maar wat? Dat vind ik ook raar. Soms, er zijn overpowered wapens. Heb je ook een Black Ops 2, echt overpowered. En dan speelt hij met een M-Tag. En ik zal je zeggen, een AN is toch iets overpowerder. Overpowerder. Ja, volgens mij wel. Een AN en een M8 zijn eigenlijk de assault drivers die overpowered zijn. En die gebruikt hij dan niet. Maar ja, dat is natuurlijk zijn eigen keuze. Hij kan ook, ja, Scar. En soms zie ik wel dat. En weet ik het allemaal niet. Rare... Tenminste, dat wordt niet zo vaak in Leagueplay gebruikt. Het is maar net of je het zelf fijn vindt natuurlijk. Hoppa. Die kill hebben we dan toch. De bomplanter. Alleen nou zijn we nog met z'n 2 tegen 2. 2 tegen 1. Dus dat is mooi. En de bom ligt bij B waarschijnlijk. Want die gast ging wel heel erg plantachtig naar die dingen toe. Dus we gaan hopelijk... Wauw, we pikken hem makkelijk op. 5-0, nou lukt het ineens. Ja, dit is search, dus het is anders. Elke ronde kan je weer opladen voor een andere ronde. En we staan al 3-0 voor, ik sta zelf 5-0. Best wel lekker. Eindelijk weer eens gewoon een beetje op niveau aan het gamen. Tenminste op niveau. Gewoon rustig, beheerst, gefocust. Noem het allemaal op. En nog een beetje met jullie praten natuurlijk, want het moet wel een beetje spannend maken. En misschien wel mijn lucky shirt, wie weet. Misschien kan het aan mijn kleren liggen. Dus ja, we gaan gewoon kijken. Ik ga even RCXD doen trouwens, was ik helemaal vergeten. Ik sta misschien niet echt zo veilig daar, maar ja, het is schijt aan. Hoi, hado. En toen was er nog maar één. En waarin zei je? Je zei bij A? Volgens mij niet. Hij staat gewoon achter me. Oké, fast hands, geen toughness weer. Dat vind ik raar altijd. Je hebt een submachine gun en iedereen weet wel... Oh. Hij heeft geen toughness. En dat vind ik raar. Je hebt een submachine gun. En een submachine gun is bedoeld... Tenminste bedoeld. Ah, wauw. En deze gast doet niet mee, dus we hebben verloren deze ronde. Waarschijnlijk. Een submachine gun, of elke gun eigenlijk, moet eigenlijk één perk is wel belang in Black Ops 2. En dat is toughness. Toughness zorgt ervoor dat je minder omhoog flinst als ze op je schieten volgens mij. En dat is eigenlijk de belangrijkste perk die je in heel Black Ops 2 hebt. En als je die daar niet op je wapen zet, en je wordt normaal gesproken gewoon geraakt, dan ben je eigenlijk gewoon elke gunfight ben je kansloos. Kansloos, kansloos. Echt geen schijn van kans. Dus ja. Maar waarom deze gast nou ineens stil gaat staan? Ja, het kan wel 4 tegen 3 zijn. Dit kan wel van YouTube zijn en zo, gozer. Maar ze kunnen ook gewoon een keer winnen van ons, hè. Je weet zelf. Want die gast die kwam gewoon ineens helemaal van achter. Maar ik vind het een rare combinatie fast hands. Dus dan heeft hij waarschijnlijk een sniper. Maar ja, als hij een sniper hebt, heeft hij... Ja, heeft hij een rare klas setup, zullen we het zo zeggen. Maar ja, het is mijn setup niet, dus... we mogen erover zien en klagen wat we willen. We gaan gewoon kijken of we nou die kills wel weer kunnen maken. Nou, eentje is al weer weg. Dood. Dus gaan we waarschijnlijk naar A. Oh. Ja. Echt, nou word ik een beetje irritant dat de één gast niet meedoet. Want nou is het gewoon 3 tegen 3. En dat kan nog wel eens verkeerd uit de handen gaan lopen. Dat meen ik echt. Dat is echt zo zonde. Ah, hij heeft er wel één. Heb ik er ook één? Dan moeten we er nog eentje. En we hebben hem. Let's go. Ik dacht eigenlijk dat hij top bedroom zat misschien, maar... Hij zat gewoon in dat hoekje. Oké. We hebben de defuse. We hebben het gewonnen. 2 tegen 3. 4-1 voor. Let's go. En ik heb Ben Hero. Zag je hem? Zag je hem? Anders moet je even terugkijken. Stond hier boven in beeld. Hero. Ja, soms ben ik dat wel. Maar nee, dit is gewoon een easy kill. Want hij kijkt niet. Hij moet reloaden of zo. Weet ik veel wat hij aan het doen is. Easy kills. Easy points. Half time. Switching sides. 4-1 ahead. Eigenlijk moet ik gewoon quick planten. Gewoon quick planten. Maar ja. Moet iemand de bom meenemen, dat zal ik wel zijn. Ik hoop niet dat ze me gezien hebben. Ik weet niet waar die gasten zijn, maar... Maak toch gewoon dat trofee-systempje even kapot. Gewoon voor die puntels. Oh, wow. Pak hem, teammaat. Nee! Hè? Oh nee! Ik had was. Oh ja, tuurlijk. En dan kwam hij precies. En die andere gast zal zeker baskets zijn gelopen. Jammer genoeg. Maar die ene zat mooi niet. En ik denk mijn teammaat pakt hem op. En dat duurt dus te lang eigenlijk. Normaal gesproken pak ik teammaat die op. Meestal als ik mijn Arjen speel. En Arjen zit in die tiki bar. Probeer ik die ene money op te pakken. Om voor hem weer makkelijk te maken. Maar ja. Ik weet niet wat de teammaten nou mee bezig waren. Maar niet al te best geloof ik. En die teammaat staan nog steeds stil. Dan kan je YouTube in je client ook hebben. Maar dan moet je of YouTube op je de M dingen hebben. Oeh, daar had ik wel een beetje geluk. Maar ja, dat boeit niet. Hij heeft de bom niet. Gewoon alles afzoeken. Ik heb zo'n gevoel dat hier achter een autootje staat. Daar had ik zo'n gevoel. Dan zal hij waarschijnlijk wel naar A zijn gegaan. Ik weet het niet. Ik weet nou niet waar hij is. Wat? Waar komt hij dan vandaan? Wauw. Dit vind ik heel raar. Waar komt hij vandaan? Ja, ik moet met deze team aan het meedraaien. Ga naar B. Of naar A, sorry. Ah, nice kill. Nice kill. Maar waar hij vandaan komt, dan zou hij in het midden moeten gezeten hebben. Want ik heb alles nagekeken. Art heb ik nagekeken. Ja, zigzag niet, maar daar liep iemand doorheen volgens mij. Van mijn teammaten. Dus ja, waar die tegenstander, die heeft al een pool stairs gelopen en waarschijnlijk weer een rondje terug. Of zo, ik weet het niet. Dat is raar dat hij ineens achter ons kwam. Ik denk, nou, dat kan eigenlijk nooit. Dat hij zo nog achter ons komt, maar ja. En dat zei zo. Pakken de bom. Of niet, hij pakt de bom. 9-3 sta ik, 5-2 voorsprong. Kijken of we toch echt nog glansrijk kunnen winnen. Oh nee, staat er wel één. Teammaat. Wat? Meent hij dit serieus? Deze staan nog steeds stil. YouTube, zoek hem even op. STR-K3RSM. Gast, die heeft het beste YouTube account ever. Want hij staat stil en zo wint hij zijn Leagueplay potjes. Dus vind ik best wel nice. Maar als hij ook nog wat gaat doen, weet je wel. Hij heeft zijn klas gekozen en hij heeft 2 concursies in M-Tag, lasersite op MSMC. Oké, dus dan heb je 1, 2, 3, 4, 5 dingen al. Oké. Dan zal hij wel een B23R en zo hebben. 5, dan heb je 6, 7, 8 voor je perks. Kom op, kut. En we hebben verloren deze ronde. Jammer genoeg. Dit is zonde. Je speelt nou eigenlijk gewoon 3 tegen 3. Ja, deze gast ziet hem wel. Oh, hij beweegt eens een keer. Wauw. Meen je dit? Die gast doet de hele tijd niet mee. En nou beweegt hij ineens. Wauw. Dan heb je lef hoor. Dan heb je lef. Maar we winnen 6-2. Eindelijk win ik weer een keer. Yay. Woehoe. Let's go. Score limit reach. 6-2 victory. Ik ga trouwens nou hierna gelijk er nog in opnemen. Met mijn lucky shirt. Dus als jullie denken. Ah, hij vindt hetzelfde shirt aan. Bah. Op donderdag. Als jullie dit kijken. Of vrij woensdag is dit nou. 130 puntjes, mooi meegenomen. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer zien. Like, abonneer, reageer en dan zeg ik, see you later everybody.